Eerst even wat eten halen. Anders hebben we geen energie voor Legoland. Wat hebben we daar, Dave? Legoland. Legoland. Doe dat. Doe eens. Dave. Oh, damn. Durf je dat? Oh, daar gaat hij hoor. Kom, Dave. Oh, kijk dan. Tapper. Staat hij hoor. Wat een held. Stoer man. Nice. Wow, dit is echt niet voor jou gemaakt, hè? Voor kinderen en volwassenen. Oh, er is nog meer. Wauw. Hier hebben we net op het dak gelopen. De Lego Store mist een beetje Franse invloed, hè? Oh. Dave, ruim je even je Lego op? We zijn hier op de campus van Lego. Hier heb je Tech House. Dit is waar David later gaat studeren en wonen. Nagedacht over deze architectuur. Dag. Hotel. Hoeveel mensen hier al hebben gezeten? Kom op van de verkeerde kant aan lopen. De Nalogel. De grootste Lego store die er is. Die hebben wij ook. Jij ook. Die ook. Die is nog in de doos. Die hebben wij. Wauw. Remembering. Nee, we zijn speurs. Hier is de info weer. Wacht even. Naakte piraat. Hij is wel beschaafd. Hij verbergt zijn tepels. Kick him gone! En na dat avontuur gaan we in de tempel. Oh. Ja, dit is blijkbaar David's favoriete attractie. Enquêtes invullen. Daar gaan we dan. Brandje blussen en al deze mensen verslaan. Let's do it. Hij is uit, Dave. Hij is uit. Kom, we gaan weer in de auto. Kom, rennen, rennen. Ja, kom. I think it's broken. Als we het snapten, hadden we gewonnen, man. Ja. Het was slecht uitgelegd. Het was in het Deens uitgelegd. We dachten dat we moesten blussen totdat het lampje uitging. Het ging uit in het Engels, hoor. Noni! Toen was ik niet aan het opletten. De Polar Express. Ah. We gaan kooi vechten. Oh. Everything is awesome. Yeah. Wat moeten we hier doen? Even een rondje op mijn driewieler. Let's go! Ninjago. Alleen toegang voor echte ninjas, Leloid. David vindt het helemaal mooi. The hills are alive. Is dat de musical? Music. It's gonna be amazing. Wat heb je gemaakt? Meesterwerk. Ja, ninja. Trap die shit. Oh shit. En het is lekker aan het hagelen. Kijk die drie apies. Wat betekent little in het Engels? Small. It is. It is. Legoland, yay! Wow, dit is vet man. Unicorn fish. Oh, daar gaat hij hoor. Dat is een echte pro. Oh, ik laat maar, ik neem het terug. Dave, had je medium of hard? Ik heb het zo. Ready? Oké, okay, rennen, rennen, rennen. Rennen. Go, go, go. Oh, 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 oh. Beetje druk. Beetje druk. En de tweede kandidaat. Kijk hoe ver David komt. Ja, daar ging ik af. Oh, oude ninja. Oh, nee. Ik kan hier helemaal niet in zitten. Nee. Oké. Okay. Feeling blue. Try smiling. Legoland, mansplaining, depression. Can
Deze voor Indy. Zo. Zelfs de heg is gezaagd in Lego blokjes. Lego blok hegjes. Creating his own minifig. Wat ga je allemaal kopen, jongetje? Ja. Gaat ie hoor, naar de kassa. Oké, daar gaan we dan. Het Lego huis binnen. Bliep bloep. Yeah. Oh, dat is veel Lego. Kijk nou. Oh. Wauw. Even naar het museum toe. Van de tijd van de kleuren naar de tijd van zwart en wit. En daarom zingen wij blij. Gefeliciteerd. Ja, dat was het. Doei. Oké. Dat is de auto. What could be Grease Lightning? Holy moly. Bella and a Beast. Let me take a selfie. Ik ben veel knapper dan normaal. The boy who lived. Diepe vuur. Oh, kijk. Friends met de fontein. Oh, het is ingestort met de Duplo aanval. Net zoals in Lego Movie 2. The Simpsons. Hey, Superman. With great power comes great responsibility. Hey, het is vet, man. Ik heb hem. En hij is de eerste minifiguur met twee gezichten. Het eerste en het gezichten. Oh, vet. Tada. Nice. Yeah. Nee, je moet echt gaan liggen. Ik ga niet liggen. Kom nou, ga nou even liggen, jongen. Tada. Oh. Hij lijkt wel. Oké, kijk of hij erin komt. Hey. Oh, wacht, dat is een filmpje. Dat is niet de bedoeling. Beleef ik met jou. Oh. Say if your girl starts acting up. Skibi. Zijn we klaar voor dit avontuur? A few moments later. Ja, onze eerste motelervaring. Dus wij gingen naar binnen. Aan het handvat een bordje met niet storen. Dus we dachten, oh wat gek. Vullen onze code in, die alleen wij zouden moeten weten. En wij openen die deur en we zien daar gewoon twee volwassen mannen in onze bed liggen. Dus we zijn weer in onze auto gedoken. We kunnen niemand contacteren, dus het is nu eventjes of slapen in de auto of doorrijden. Maar het was wel een fantastische motelervaring. Bij sterren. Waar ik naar op zoek was. Bij sterren. Niet helemaal wat we verwacht hadden. Ook niet echt wat we niet verwacht hadden. Eigenlijk iets wat niemand verwacht had. Wat niet te verwachten was. Spijtig. Ja. Ja. Nou, op naar Nederland. Ja, gaan we toch maar doorrijden. A few moments later. Beetje creepy hier, dus we gaan nog even, voordat we helemaal zijn opgeladen, even weg. Dus, tabé.